Zin? We zijn in Londen! En nu in onze allereerste Harry Potter winkel. Kei leuk. Ik ben echt. Ik hou van Harry Potter. We zijn nu bij Covent Garden Market, waar we dan iets gaan eten. Het is precies van alles te doen. Kei leuk. This is the really tiny grass pit. This is the really tiny grass pit. And this is the sexy pit. Welcome to London, ma. Ladies and gentlemen, he's gonna stand up. We zijn in een Deens gigantisch huis. Dat is helemaal is omgebouwd tot een winkelcentrum. En ik denk dat het nu heel hard opvalt dat wij toeristen zijn, want ik loop hier de hele tijd zo. Gewoon omdat ik onder de indruk ben van de gebouwen en het hout. En hier woonde één familie. Eén. Zo'n huis. Best iets gegeten en ik ben net ook eens bij Boots gaan kijken. Dat was eigenlijk wel eens leuk om te zien, want ze hadden daar Made by Mitchell en dat heb ik nog nooit in België fysiek kunnen kijken. Maar nu wel. Clap your hands, big today! M&M-winkel. Dat blijft komen. We zijn nu net een verdieping naar beneden gegaan. Het blijft komen. Het is echt niet gewoon. Goedemorgen. Het is dag 2 van onze reis in Londen, onze citytrip. En ik dacht, misschien is het leuk om gewoon eens onze Airbnb te laten zien, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik ga even een kleine tour doen. Dus uiteraard gewoon de deur. En meteen daarvan is de eerste kamer waar Sophie en ik slapen. Dus dat is gewoon een kamer. Dan gaan we verder. We hebben hier een grote kast. Ijskast, wasmachine, een klein keukentje. Tafel, zetel en dan het bed waar mijn papa slaapt. En dan de hele kleine badkamer. Kijk, daar ben ik. Dat is mijn outfit of the day.
Het is allemaal niet zo super groot, maar om gewoon hier te slapen is dat allemaal niet erg. Dus ja. Vandaag gaan we naar Buckingham Palace voor die wachtwisseling om 11 uur. En vandaag gaan Sofie en ik naar de Harry Potter Studios. En dan de bus te nemen naar Harry Potter. We zijn bij de London Studios aangekomen. Dag dat zijn verjaardag is, super toevallig. Ik had dat niet door. En daarom was ze van die birthday cake dat in de film voorkomt. Ik zal een foto hier ergens zetten, want ik heb hem eigenlijk al opgegeten. Oepsie! It's live on set every day. Unfortunately, the Great Wall set used to be quite drafty, so the phones would figure they would burn through the wires and instead of floating candles. Columns obviously hand manufactured from a mold, but obviously the original one was turned on a massive lathe. And it's not at all, but you'll see some original ones here when you go to the creature effects. No worries. Hope you're enjoying yourselves today, ladies. Yes, thank you. Than I am to do this sort of thing, so let's see what happens. Ridiculous!
Ridiculous. Ridiculous. Now that time you guys in X-ray isn't worth making the wardrobe run. Laatste dag. Ik heb niet zo heel veel mee in de vlog en gezegd, maar we hebben juist ontbeten. We zijn naar de Leiden Hall geweest en nu gaan we naar de Tower of London. Ja. In Hyde Park. Een ijsje. Ik ben echt kei blij. En we zitten aan het water. Top, 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 top. We waren net in een heel poep-chic rijk, maar echt geen kat op straat. We zijn nu weer in de bewoonde wereld waar heel veel volk is. We zijn net door de security gegaan. En weet je wie dat we eigenlijk in Londen hebben gezien? Oh, biljaar. We hebben Lukaku gezien. En hier ook nu Hugo van Nicole en Hugo. En ik heb juist nog even een pitstopje gemaakt. Want ik wou heel graag het boek van Harry Potter in het Engels lezen. Dus daar heb ik even de niet harde versie van gehaald. De paperback of hoe noemt dat ook. Dus die heb ik eventjes nog gehaald. En nu zijn we aan het wachten om op de trein te stappen terug naar België.